1, goedemorgen vanuit Paramaribo. Dit keer op locatie, niet in de studio, maar wel met het programma Even na 9. U weet, het programma met actualiteiten. En we zijn nu vandaag hier bij de sociale dienst, sociale zaken, waar er een protestactie is van de bond. Dus we gaan even kijken, ik weet niet of ik naar binnen mag. Maar actualiteiten, daar staat Even na 9 voor. Dus we gaan eventjes kijken wat er precies aan de hand is. En waarom de mensen met in grote getalen hier naartoe zijn gekomen. Van sociale zaken. Dus vers van de pers. Let us see what's happening. En als we eruit kiepen, weet ik niet. We gaan kijken. Ik weet of ik de bondsvoorzitter zou kunnen spreken. Zien. Zo, drukte van je welste. Goedemorgen. Goedemorgen. U staat hier omdat u allemaal naar boven wil? Ja, ik ga naar boven. Oh, u bent boven. En wat is er nu hier? Ik heb begrepen, jullie zijn aan het bijeenkomen omdat jullie ontevreden zijn. Ja. Ze zijn boven, hè? En je kan ook boren zomaar, hè? Denk ik. We gaan proberen. We gaan even kijken of we naar boven kan. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. De voorzitter is boven ergens. Oké. Pardon, personeel. Goedemorgen. Ga even leunen op u hoor, mevrouw. Dank u wel hoor. Goedemorgen. Sana. Hoe gaat het met jullie hier? Niet goed? Waarom? Samsa. We komen voor onze rechter. En we zijn aan de directeur. En dit is de directeur? Oh, jullie komen net van de directeur. Nee, we gaan nu naar de directeur. En die is hier. De minister, maar niemand weet waar de minister is. Oh, en wat? Nee, meneerlijk, wat zie jij? Niemand is er. Kom maar eens zien. Niemand is er. Oh, hier. Mensen zijn bang om te praten. En waar gaat het over? U bent ontevreden? David, kom. Woordvoedster. Oh, er is geen woordvoedster. Ja, wacht even, want we zijn al moe. We zijn moe. Geen zeker als de bondsvoorzitter wil hebben dat ze het via de pers. Dus ik moet zomaar naar dingen. Oké, dan wacht, zal ik gewoon even wachten. Ja, dus zij moet toestemming geven, ik kan niet zomaar gaan interviewen. Nee, ik vroeg ook naar de bondsvoorzitter. Zij heeft gelijk. Daarom vroeg ik naar de bond. Nee, even niet meer kwaad. U mag even wachten. Ja. Goedemorgen, goedemorgen. We gaan even naar de directeur, want ze hebben aangegeven dat de directeur, dat minister al 2 weken ziek is. Maar we gaan nu naar de directeur. Als de minister er is, dan moeten we naar de directeur gaan. En de directeur is ook op dit terrein? Hier? En de bondsvoorzitter bent u? En wat is de bedoeling van vandaag, mevrouw? Uw naam? Vinci. Mevrouw Vinci. U bent hier met de leden van de sociale zaken. Klopt. Enkele, want het is niet allemaal. Wat is nee, we zijn niet allemaal. We zijn vertegenwoordiger van de districten allemaal. Die ja. Ik weet vanwege de hoge kosten kunnen de districten niet aanwezig zijn. Maar ook vertegenwoordiger. Ook de districten. Het is al een hele poos. Misschien heeft u ook gevolgd via de media dat we een paar keer in actie zijn geweest. Ja. De mensenrechtspositie. Men moet alles betalen uit hun zak op kantoor om hun zaken te doen, om zaken te doen voor de cliënten. Ze hebben geen formulieren, geen enkel formulieren, niets heeft men. Geen zomaarmiddelen, gratificatie, rechtspositie. Als u de erbarmelijke omstandigheden ziet, waar de mensen moeten werken. Ja, en dan nu zeggen.
We zijn het al zat. Het is nu of nooit. En daarom zijn we bij de minister gekomen. Mm-hmm. Laat hij ons antwoord geven. Want de minister communiceert niet. Nee. Ik weet niet als u het hoofdkantoor kent waar ze water kan. Lijkt op een brokken pranasi. Ja, ja. Men is hier naartoe verhuisd. Men, want in de tijd was de directie ook in beraad. Want ze wilden ook niet daar zitten. Ze zitten nu lekkertjes in de airco. Ik ben wel nog niet daar, want ik heb begrepen als de kamer netjes ingericht, ODAMZ, ik heb er een paar keren gezegd, want wij kantoren vallen onder haar. En als je in beraad was als directie, ik heb al 32 jaar op het ministerie. Voor het eerst heb ik gehoord dat de directie in actie was, of in actie is. Maar goed, we komen daar aan, ze hebben u gelijk, want ze zijn ook mensen. Ze zijn hier naartoe verhuisd, omdat daar niet geschikt was, daar leek op een brok op een nasi. En dan zijn ze hier gekomen, ze hebben alles van hun geregeld. Heel netjes. En wat ook hun van de wijkkantoor of de afdelingen, de omstandigheden waar de mensen moeten werken. Wat er daarna gekeken. Ja, wie de minister, wie de leiding, dat niet moeten de mensen jaar in jaar uit daar blijven werken. Daar in zulke omstandigheden blijven werken. En wat niet is gedaan. We hebben vergaderd 26 april, zijn we uit elkaar gaan met de leiding, waar er afspraken zijn gemaakt. We geven ze de ruimte om te werken aan zaken van de mensen. En ook, ze waren bezig met de verhuizing. We waren wel een beetje in contact telefonisch. Daarna had niemand communiceerd. Nee. Ja, ik belde met ODAMZ, mevrouw Adide. En er wordt niet opgenomen. Ja. We zijn geen kleine kinderen. Nee. We willen ook weten. Laten ze ons antwoord komen geven. Daarom zijn we hier bij de minister. Want je hebt de minister, hij reageert niet. Je schrijft, hij wordt niet gereageerd. Ja, maar we zijn het al zat. Dat snap ik. Ik ga gewoon ja, kritische vragen stellen. Als ik kijk naar het gebouw van de waterkant, hè, dat is geen verwaarlozing van een paar jaren. Dat is jarenlange verwaarlozing. Hoe komt het dat zoveel jaren een gebouw waarin jullie allemaal werken, velen van jullie werken, er zo bij staat en nooit eerder door een directeur of door een vakbondsvoorzitter heeft gezegd, hey, als dat niet nog kan, hoeveel gebouw is je eruit, jong? Mevrouw Gloria, we hebben steeds, elke keer, we hebben minister zien komen en minister gaan. Zien gaan, hebben we wensenpakket ingediend, waar we ook vragen voor de omstandigheden waar de mensen, en ook het gebouw daarbij hun. Ja. Er was minister Misikama die had aangegeven, ook ex-minister, hij wou niet daar zitten, goed, hij is vertrokken. Alles is zo gebleven. Uiteindelijk, dat wat ik heb aangegeven, deze hebben toen gezegd, ze willen niet meer, ze zijn in beraad gegaan. Ze zijn toch van hier, maar hier zelf, als je goed kijkt, is ook niet geschikt. Nee, zo komt er ook op. Maar wat is er nu, mevrouw Gloria? Je hebt een deel hier, pardon, en een deel is daar. Ja. Hoe wordt er zo gewerkt? Een deel van PC zit daar, agenda zit daar. Oh, en de mensen zijn ook niet eens echt geïnformeerd dat sociale zaken een deel hier zit. Klopt. En zo worden mensen van hart naar hart gestuurd. Ja. Laat het toch eens eindelijk ophouden. Die communicatie is zeer belangrijk. En dat wordt niet gedaan. Ja, dus wat zijn uw eisen? We hebben de minister kwalijk. We hebben zoveel een paar keer met hem gezeten. En ik zal u zeggen, er wordt vreselijk hier op het ministerie langs elkaar heen gewerkt. Dus mensen, vreselijk langs elkaar heen gewerkt. Dus communicatie is het probleem. Helemaal gek. Heeft u dan een oplossing voor het probleem? Want als we een probleem aankaarten, heeft u een oplossing? Zegt bijvoorbeeld, die communicatie moet beter. Hoe moet dat beter? We moeten gaan zitten en zoeken om samen te zitten aan tafel. Want dat hebben we vaker gevraagd. Laten we samen zitten. Mm-hmm. En dan gaan we kijken naar de problemen. En dan komen we tot de oplossing. Laten we gaan zitten, samen zitten en komen tot de oplossing. Want vaak we moeten gaan kijken, want de vakbond is overal. Ja. We gaan overal, zeggen we dat. En we horen de problemen, we zien de problemen. Ja. Gaan zij, de minister is het. Vraag je om naar welk wijkkantoor. Hij moet geen modderman komen spelen. Laat ik gaan kijken naar de omstandigheden waar mensen moeten werken. Dat willen we. We zien mensen die raad naar die kerry. Ze gaan wachten. Een brokken pondo. Onder een boom moeten de mensen hun werkzaamheden doen. Het kan toch niet? Er is geen wijkkantoor. In Brokkepondo niet. Waarom moeten mensen, waarom wordt er niet omgekeken? Ja. Anno 2022, mevrouw Gloria, moeten de mensen zo werken? Nee. Dat kan toch niet? Laten we samen zitten. Laten we communiceren zoals ik steeds heb gevraagd. Dat die is net voorbij gegaan, ze weten. Ik heb steeds gevraagd naar die communicatie. Steeds bel ik ze op.
De afgelopen tijden heb ik ook, ik heb ze de ruimte gegeven om die verhuizing. We zijn uit elkaar gegaan. En dan komen we bij elkaar, maar dan moeten ze zaken in orde maken. Niks. Ja, mensen zeggen ook vaak, jij wordt politiek meegespeeld. Is dat het geval of is het los van politieke kleur? Dat jullie zeggen, onze werkomstandigheden zijn niet goed. Al jaren niet, we willen het veranderen. Mevrouw Gloria, we spelen geen politiek. We zijn bezig met de problemen van de mensen. En we zijn gedemotiveerd. Ja, de mensen zijn vreselijk gedemotiveerd. We zijn echt gedemotiveerd. Het is politiek, politiek, maar het is geen politiek. Alles is maar als politiek. We zijn boos. We zijn boos. Ik ben beleidsadviseur. Wie bent? Beleidsadviseur. Beleidsadviseur die kan praten. Ik wil met de minister praten. Ja. Oké, de minister is... Maar we weten dat jullie het hebben gehoord, want men is het gehoord. En voice gaat viraal. We zijn hier voor de problemen die de sociale zaken waar het personeel met de vakbondsvoorzitter hier is. Omdat ze ontevreden zijn over de werksituatie, het ontbreken van alle basale middelen, geen schoonmaakmiddelen, geen toiletpapier, geen formulieren. Beleidsadviseur die aan het bellen is om te kijken wat er geregeld wordt. Nu gaan ze naar de directeur. Verplaatsen zij zich hier waar ze eigenlijk waren gekomen om de minister te spreken die niet aanwezig is, wordt er gezegd. We lopen nu allemaal naar beneden. Het is natuurlijk al dingen waarvan ze ook zeggen jarenlange verwaarlozing. We kijken naar het gebouw van de waterkant. Ik weet dat ik een van de keren, dat is een paar jaar, zeker een half jaar geleden, een ronde ben wilde gaan beginnen met onze overheidsgebouw. Ik ben gestopt bij 2. En van de sociale zaken aan de waterkant is om te huilen. Dat is verwaarloosd. Ex-minister Misikama zegt de vakbondslijst, ze willen zelf daar niet zitten. En nu zeggen zij, wij hebben normale middelen nodig om te kunnen functioneren. In Brokkebonden zitten we onder een boom te werken. Dus wij willen de basale dingen die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen uitoefenen, hebben we nodig. Formulieren, printers, computers, schoonmaakmiddelen, allemaal niet aanwezig. En ze gaan nu naar de directeur. Hè? En ze zeggen, ze raken hierdoor gedemotiveerd, als er zo weinig aanwezig is. Ik weet niet, waar zit de directeur? Zit hier nu bij sociale zaken. Hier bij sociale zaken waar de mensen zijn gekomen om hun verhaal te halen. En zeggen we willen normale werkomstandigheden hebben. En blijkbaar is nog de minister aanwezig, nog de directeur. Waar gaan jullie nu naartoe? Directeur. Dat is de directeur? Ja, die mag ze schuilen. Oh, dat is jammer.
En werd door een beleidsadviseur gezegd, jullie kunnen gaan praten met een mevrouw. Zeggen ze, ja, maar die mevrouw is niet een gesprekspartner. Die wil op zijn minst met hun hoofd praten. Die is er dus niet. En ze in gesprek willen gaan met de directeur, met de minister, om hun grieven kenbaar te maken. Maar zover ik weet nog, de directeur is niet aanwezig waarschijnlijk. Niet aanwezig. Ze komen onverrichte zaken terug. Ze zeggen geen leidinggevende aanwezig. Als je natuurlijk moet werken en je ontbreekt heel veel middelen, ja, dan is het bijna onmogelijk je werk goed te verrichten. Ze zijn er niet. Zo opvallend. Zo opvallend. Geen leidinggevende. Geen leidinggevende aanwezig. Ik denk dat het altijd belangrijk is als mensen ontevreden zijn dat je met ze in gesprek gaat. Alles maar met een groep afgevaardigden, dat je de dialoog aangaat. En zegt, oké, jullie zijn hier, we gaan praten. Jullie gaan weg al? Hij gaat al weg. Honger. Oh, echt. Hij vindt het eng. We gaan weer naar boven, maar daar is de president. De minister is niet aanwezig. Het is nu over 9. Geen leidinggevende aanwezig. Mensen staan hier en zeggen nee, we gaan daar naar boven zitten. We komen weer naar beneden. Ja. Dus ik vind dat heel veel mensen gefrustreerd zijn. En er komen wat mensen naar beneden. Ik zie een beleidsadviseur dat komt naar beneden. Wie is de ex-minister? Goedendag, gaat het? Oh, dit is de ex-minister. Gaat het om Afrika en er zijn veel zaken die spelen op het ministerie en dat weet men. Wordt een petitie aangeboden? We hebben begrepen dat de minister, is ziek. Dat hebben we begrepen. Maar het probleem van ons, waarom wordt er niet gecommuniceerd met ons? Jullie zijn verhuisd, we hebben de gelegenheid gegeven dat jullie zaken doen. Maar man, ik ben al hoe lang met ODAMZ? Na de verhuizing wordt er niet opgenomen. Ik was in contact met ODA. Nadien, ik heb begrepen, ze was ziek. Niemand gecommuniceerd, dus we zijn met haar zat. Dan kan ik het daarvoor tonen. Maar de communicatie moet gebeuren via de directie, dat moet erop. Meneer Cetro, u bent geen vrienden in uw zaak, u bent ex-minister. U bent ex-minister, laat me geen dingen zeggen. Oké. Ik ben vandaag wel op de voornemen om petitie in te dienen, toch? Dan gaan we dat in ontvangst nemen. Maar de minister is er niet, de onderdirecteur is er niet. Niemand is er. Wie is er dan? We hebben gevraagd, is de directeur er? De ODAD is hier. De onze vraag is de directeur er? We hebben begrepen dat de directeur, want als de minister er is, wie vervangt de directeur? Wie vervangt? Als de minister er, wie vervangt? Dat is onze vraag. Als ik even mag, de minister is met ziekteverlof. Per 15 augustus is er een ad interim. Vandaag heeft het ministerie de launch van het schoolpakkettenproject in Brokopondo. Daar is de directeur daar voor de launch en de ad interim. Op dit moment is aanwezig de ODAD namens de directie.
Ik heb vernomen dat er een petitie is en we zijn bereid de petitie te ontvangen en ons buigen over de zaken die in de petitie zijn opgenomen, zodat we kunnen werken aan een structurele oplossing. Meneer Diepo, u bent geen vrienden in Jeruzalem. Mevrouw Kata zit hier. Weet u hoe lang we bezig zijn? Dat zeg ik, we gaan het inderdaad doen. Toch, maar hoe lang? Want ik ga u zeggen vandaag. We gaan verder totdat we geen verandering zien. En al moeten we hier komen zien. Verder. Het blijft alleen maar bij praten. Die dingen worden nu uitgevoerd. Gratificatie blijft uit. Yes. Administratieve krachten zijn onderbetaald. Ambtenaren gaan dood en ze krijgen. En we zijn echt gedemotiveerd. We werken onder waar. Meneer Citroen, u weet, Waterkaart. Waterkaart, sociale zaken. Jullie zijn verhuisd naar hier, we willen de ruimte gegeven. Oesdonja zo, lekker. Mooi ingericht, alles. Hier is zelfs niet eens geschikt als je goed kijkt. Maar een deel zit hier, een deel zit daar. Of klopt niet? En dan. Bel ik ODAMZ, want we hadden afspraken, want we zijn naar elkaar gegaan. 26 april of zo, want we hebben afspraken gemaakt. Ik bel ODAMZ, ze nam niet op. Niemand wil communiceren. Meneer Diepo, die wil volgens mij ook niet meer. Maar geen nood. De enige persoon waarmee ik tot op het laatst in contact was, was mevrouw Kato als ODAD. Totdat ik heb begrepen, later zie ik me niet gemeld, dat ze met verlof, fysieke verlof was. Verder heb ik niets meer gehoord en niemand die communiceert. En iedereen weet hier dat deze vrouw communiceert met de ieder. Meneer Diepo is hier weten. Ik kan dat behouden, mevrouw Kootje. Trouwens, in het begin hadden wij communicatie. Maar uiteindelijk het beleid wordt uitgevoerd door de minister en de directie. De minister communiceert. Zal ik u mooi zeggen. Ik heb de minister een app gestuurd. Om hem een en ander te vragen. Hij leest. Ik heb zelf meneer Soen diep als beleidsadviseur. Mag ik even praten? Ik heb zelf meneer Soen diep. Meneer Soen diep als beleidsadviseur. Heb ik hem een en ander gevraagd? Niks! Dan moeten de mensen in zulke omstandigheden werken. Gaat u naar meneer Sector, ik zeg het u. U bent ex-minister. U bent geen vrienden in Jeruzalem. U weet het. Maar anno 22 moeten de mensen in zulke omstandigheden werken. Ik beantwoord. En behalve dat, ik ga kijken waar we werken. Plafond van op ons hoofd, vul alles. Alles wat u daar is, communicatie, als ook de hulp van de kerk tussen u en mij. Maar uiteindelijk, de uitvoering wordt niet door Citro gegeven, uitgevoerd. Citro is alleen maar even taak als adviseur naar de minister. Eventueel wat nodig. En als het wordt geaccepteerd door de directie, mijn adviezen worden overgenomen of terzijde gelegd. Voor de rest is de directie die verantwoordelijk is daarvoor. Dus maar wij zijn bereid om uw petitie dan in afwas te nemen en door te geven naar de minister van het internet. Want de minister van Sociaal Zaken is bezig. Ik zal u zeggen op de wijkkantoren. Het is niet alleen bij de regering is het friends and family. Ook op sociale zaken. Ja. Man, vrouw, broer, zwager. Wat gebeurt er? En er zijn de mensen niet eens getraind. Wat gebeurt er nou in het land? Anderen zijn afgestudeerd, ze kunnen geen werk vinden. Family business. Er worden geen aanhoofden in dienst genomen. Een mevrouw die 4 jaren lang thuis is gebleven met een psychiatrische attest. Dan ga je daar zitten, dan maak je het personeel moeilijk. Oké, dan. Nee, dan gaat ze daar dus nog krijgen met ambtenaren. Met een tentje, met niet. Laten we niet, geen bevordering. Kijk hoe lang ik met mijn bevordering moet krijgen. Ik krijg niks. Mevrouw, die situatie is ook bekend bij meneer Citro. Ik begrijp mevrouw, uw situatie. Dan gaan we verder praten. Want dit kan niet verder. En ik ga u zeggen, zolang we geen antwoord zien, komen we elke dag hier zitten. We komen elke dag hier. Hoe een verandering zien. Precies. Dan komen we elke dag hier. Mensen gaan niet meer in zulke omstandigheden. Helemaal niet. We krijgen niet eens materialen. Ja, We moeten zelf kopiëren. Ja. Met onze eigen zelf. En weet je wat één kopie kost? Oké, dan. Breng het naar hier, want ze hebben geen ink. Ja, ze hebben geen ink.
Maar het werk moet gedaan worden. Als je een beklag komen doen, dan worden naar de cliënten geluisterd. Ja, ja, precies. Wil ik maar zeggen. Men heeft gehoord hier dat we in actie gaan. Geen probleem, want mijn zakdees zijn niet meer al jaren, u weet dat. Dan gaat er een voice rond, een voice van mevrouw Jovi en mevrouw Jardin. Ja, mensen, leidinggevende, als het goed heeft, leidinggevende mogen niet meer actie. Wat voor, sinds wanneer heeft u dat gehoord? We hebben zelfs een minister in de tijd gehad, die lid was van de bank. Waarom mag er geen wijkhoofden en zo? Oké, dan. Die, is die mensen hun recht, zijn die mensen hun recht dat ze in actie mogen gaan. Ja. En als mevrouw Jovi dit weet, laat ze geïnformeerd worden hoe het gaat. Maar dan moeten ze geen voice rondsturen om zaken uit te leggen. Dus laten ze ervoor zorgen. Ze, AMC is een rommel. Is en ik heb mevrouw Jovi ook duidelijk gezegd, het is een rommel. Echt een rommel. Gaat u kijken, Gravenstraat, in welke situatie we... Vleermuizen, gaat u kijken van alles. En plekken van alles. Mevrouw Ode, kijk naar me, ze weten, ik heb steeds geprobeerd die communicatie. Kijk, ze is hier. Ze weten, ik bel iedereen. Maar het werk moet gedaan worden. Ja, want de afgelopen tijden hebben we gezegd dat elkaar gaan met haar en Ode AMZ. En als ik het bel, neem ze niet op, want ze was in beraad. Zo ook niet daar zitten. Nou, als het veel lekker gaat, dus dan is ze lak aan de rest. Lak aan de rest, werkelijk. Het moet ophouden. Eindelijk moet het ophouden nu. Maar het werk moet gedaan worden. Ja. Oké, en hoe zit de voice? Laten de mensen rekening houden met de cliënten. Wie houdt rekening met ons? Wie houdt rekening met ons? De leidinggevende die niet in dienst worden genomen, gaan jullie kijken hoe het om wordt gegaan met personeel. We hebben het in de tijd aan gehad. Ik ben echt gedemotiveerd hoor. Echt. We hebben er ook al, en nu zijn er weer een paar. Wel meneer Sitter, ik ga u zeggen. Het houdt op vandaag. Yes. Vandaag dus houdt het op. Ja mensen. Nu op jou. Ja, ja, ja. Nu op jou. Ja, ja. We blijven komen. Als ex-minister kent hij de frustratie. We hebben steeds water en zo heen gedaan. Steeds hebben we het gedaan. Maar vandaag. Is we zijn al moe. Zolang we niet zien dat het wordt uitgevoerd, precies, blijven we in staking. Precies. We werken niet. Met jullie Natino, we deden onder de voeding. Ze komen hier zitten. Ophouden nu. Echt ophouden nu. Elke dag komen we hier zitten totdat we een verandering zien. Precies. Elke dag. Wat als het wordt dat drie uur, nee, betang. Wat gebeurt er met die administratieve krachten? Precies. Wat gebeurt met de administratieve krachten? Geen enkele bevordering krijgen we. Zodat de administratie draait het wij dan op. Met dat beetje krachten we krijgen, dat beetje krachten. Schandalen. Nee, wacht, is het hoor. Administratie, we komen bij u, we komen. Tot de dag van heden. Nee. Laat mevrouw Katijs hier als ze vervangt. Laat zij ook een woord. Laat ook luisteren wat zij. Goedemorgen. Ja, sinds je aangeeft, ik ben mevrouw Kaarten en ik ben de oude. Mensen, even. Ja, we hebben vaker samen gezeten, mevrouw Vincent en ik. En ik heb altijd mijn best gedaan om eruit te leggen hoe de situatie eigenlijk is. Wij doen ons best. OEAD en PZ, wij doen ons best. Maar wij zijn ook aan handen en voeten gebonden, zoals jullie weten. Jullie klagen ook over materiaal en zo. Wij hebben ook gebrek aan materiaal. Dus wij werken aan de stukken van al de mensen, vooral de lijst van mevrouw Vincent, wij zijn daarmee al bezig. Maar we stuiten ook vaak op problemen. Onderzoek moet gepleegd worden, de functies die aangevraagd worden, zijn ze wel vakant. Dus al die dingen spelen een rol. Ja? Ik heb een paar dat zijn dingen van jaren. En dat is het, zijn die dingen van nu. En weet je wat het probleem is? Mensen komen pas in de eerste. Voordat je denkt, zijn hun dingen. Maar dat is meer dan ons. Ja, dat is over jaren. En we zaten met een nieuwe man. Mevrouw, kom aan dat. Mevrouw, ik werk straks 32 dienstjaren op één afdeling. Hoe kunnen die mensen die na mij komen, meer dan mij verdienen? Het is lastig, mensen praten door elkaar. Maar dus ik ben nu bij Sociale Zaken, waar de mensen met de vakbondsvoorzitter zijn gekomen en zeggen we eisen een gesprek met de minister.
minister is niet aanwezig. Er is een ex-minister is met ze komen praten die hier als beleidsadviseur werkt. Ze zeggen we hebben geen middelen. Wij moeten uit onze eigen zak kopietjes draaien. Onze toiletten zien er niet uit. Het dak valt bijna op ons hoofd. Dus eigenlijk alleen maar logistieke zaken kun je zeggen. Daar worden andere mensen aangenomen zonder diploma en die verdienen meer dan wij. Een ontevredenheid dat over het algemeen heerst, want er is nog steeds geen ambtenarenstop in Suriname. Mensen worden nog steeds aangenomen, politieke functies zeg maar. ABOP, PL, VHP op posities geplaatst en niet allemaal zijn in het bezit van een geschikte diploma. Iets wat we al jaren kennen in Suriname, dat gaat gewoon dus door. En de minister van Museum, hij moet die modem maar gaan spelen. Laat hij komen kijken op de wijkantoor. Oké, dan. Hoe de mensen helpen. We zijn het aan samen. We roeien zijn dat ze waka. Maar hoe is het van je finaal raten? Want dat gaat ook raten. Of van, stof op onze haren. Ik wil even dingen rechttrekken. We zijn bekend met de problemen en we proberen de zaken aan te pakken. Ik ga even uitpraten. Zoals mijn provincie daarnet zelf aangaf, zijn de problemen van jarenlang. Dus het neemt tijd om op te lossen. Zaken gaan niet in. Kijk je naar achteren. Er is een lijst ingediend. Ja, maar maak me niet boos. We kijken niet naar achteren, we kijken naar voren. Nee, hier ben ik wat terug bij de negator. Het jarenlang. Bondsleden, ministerie Sousafo. Geachte heer de minister, gaan uw aandacht voor de zaken die onderstaand zijn genoemd. Reeds geruime tijd kampen de bondsleden werkzaam op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting met vele problemen. Deze problemen zijn reeds aangekaart bij de leiding van het ministerie, echter zonder het gewenste resultaat. Het gaat in deze om de volgende punten. 1. Communicatie. Vanuit de leiding in Casu de DA-hoofden, wijkhoofden naar ongeschikten toelaat te wensen over. De informatie bereikt de ambtenaar niet op de juiste tijd, waardoor zij in gedrang komen met het werk. Cliënten die zich willen registreren voor FB-zwakke huishouden, kunnen niet geholpen worden omdat de ambtenaren de lijst van benodigde stukken voor de aanvraag niet tijdig ontvangen van de wijkhoofden. 2. Benoemingen. Er zijn ambtenaren die reeds jaren een aanvraag hebben liggen voor een benoeming. Het gaat om overplaatsingsaanvragen, gratificatie, aanvraag tijdelijke dienst en aanvragen voor vaste dienst. Wat opmerkelijk is, is dat deze aanvragen blijven liggen. Verder wordt opgemerkt dat de aanvragen van de ambtenaren die nu binnenkomen eerder in orde worden gemaakt. De ambtenaren vragen zich ook af waarom hun aanvragen worden weggezet of nooit te vinden zijn. Bij navraag bij PZ
wordt er aangegeven dat zij opnieuw een aanvraag moeten doen. Oké, dan. Punt 3. Er wordt niet uniform gewerkt op de wijkkantoren. Het is voorgekomen dat bij de aanvragen voor FB zwakke huishouden er niet gewerkt wordt conform de richtlijnen. Punt 4. Circulaires vanuit hoofd AMZ worden niet tijdig doorgespeeld aan ambtenaren. 5. Er zijn leidinggevenden, afdelingshoofden, wijkhoofden, dat duidelijk aangeven die zich schuldig maken aan mondelinge overplaatsingen van ambtenaren. De ambtenaar wordt gedirigeerd om op een andere afdeling of wijk te gaan werken. 6. Enkele leidinggevenden van wijkkantoren behandelen ambtenaren onheus. Punt 7. Vervoerstoelagen verhoging. Het bedrag van 141 SRD voor openbaar vervoer is reeds achterhaald vanwege alle prijsstijgingen. Er zijn ambtenaren die helemaal geen vervoerstoelagen krijgen, maar er wordt wel verwacht dat het werk wordt voortgezet. 8. Er waren barmhartelijke omstandigheden waaronder de ambtenaren van de wijkkantoren en andere afdelingen moeten werken. In deze gaat het om onder meer defecte airco's, kantoormobilair die aan vervangingen toe zijn, gebouwen die gerehabiliteerd moeten worden, geen of defecte ventilatoren, gebrek aan kantoorspullen en schoonmaakmiddelen, onvoldoende pc's, onwerkzaamheden te verrichten en defecte toiletsisters die niet vervangen kunnen worden. 9. Familieleden die op dezelfde plek werkzaam zijn, waarbij er sprake is van conflict of interest. Punt 10. Risicotoelagen voor veldwerkers. De veldwerkers en maatschappelijk werkers die in het veld gaan om huisonderzoekingen te doen, lopen het risico om aangevallen te worden door cliënten, hun huisdieren of derden. Dit is in het verleden al voorgekomen, namelijk dat ambtenaren zijn aangevallen en er is helaas geen compensatie aan gekoppeld. Ja. 11. Ambtenaren die naar het binnenland gaan in deze distriksafdeling. Distriksafdelingen Sipaliwini en Brokopondo genieten geen risicotoelagen. Punt 12. Vervoer voor de maatschappelijke dienst. Deze afdeling moet het veld in om huisbezoeken te doen. Er is geen vast vervoer voor deze dienst, waardoor de huisbezoeken niet gedaan kunnen worden. In het verleden hebben ambtenaren hun eigen vervoer ingezet, waarvoor zij niet vergoed worden. Punt 13. Inkopen van dienstjaren. Er zijn ambtenaren die wel in aanmerking zijn gekomen voor het inkopen van hun dienstjaren, maar er zijn ook anderen die de mogelijkheid daartoe niet hebben. Waarom deze werkswijze? Op andere ministeries bestaat de mogelijkheid wel om de jaren in te kopen. Wij willen die mogelijkheid ook om dienstjaren in te kopen. Punt 14. De ambtenaren wensen uit het FISO-systeem te stappen. Deze houdt hen ook achter om bevorderd te worden. Ambtenaren die reeds jaren werkervaring hebben en geen hogere formele opleiding hebben genoten, worden achtergehouden. Ambtenaren die pas afgestudeerd zijn en geen werkervaring hebben, worden wel hoog ingeschat. Oké, dat bedoelen we. Zij kunnen het werk nog niet doen en worden ingewerkt door dezelfde ambtenaren die reeds jaren werkervaring hebben. Dat moeten we wezen leren. 15. Cliënten die niet op tijd komen voor verlenging van hun financiële bijstand. Van de leiding wordt de opdracht gegeven om terug te gaan vanaf de maand dat de cliënt de FB zou moeten krijgen. Bijvoorbeeld, al is het 5 maanden terug, de toekenning moet met terugwerkende kracht, TWK, worden voorzien. De administratie komt dan in de war, omdat er in de administratie niet teruggegaan kan worden, waardoor er ook problemen ontstaan met de recap aan het eind van de maand. Vermeldenswaard, bij dit punt
is dat de TBK alleen een bepaalde... Sorry, vermeldenswaard bij dit punt is dat de TBK alleen aan bepaalde mensen worden uitbetaald, waardoor anderen die ook behoeftig zijn, niet in aanmerking komen. 16. Enkele wijkkantoren hebben al 2 jaren geen interieurverzorgster. Ja, is het een kantoor in Tosse? De wijkkantoor, 17. De wijkkantoren hebben geen telefoonaansluiting om de cliënten te kunnen bellen. De ambtenaren zijn genoodzaakt om hun privémobiel te gebruiken. Ja, precies. Dat kan niet zo. Ja, kan niet. Hiervoor worden zij ook niet vergoed. Nummer 18. De afdeling personeelszaken heeft geen adequaat PC's en er is een personeelstekort. Als gevolg hiervan blijven aanvragen langer liggen dan het zou moeten. Ja. 19. Er zijn wijkhoofden benoemd, maar die hebben nog geen werkbeschikking ontvangen. Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij met de meeste hoogachting en kijken uit naar de juiste oplossingen voor de situatie. De bondleden zijn de oneerlijke, onheusche en demotiverende werksituatie zat en wensen verandering hierin. Vermeld mag worden dat de bondsleden zich roeren om wederom in actie te gaan. Ja, man. En dat komt gewoon weer. Ja, man, dat is gewoon weer. Mevrouw M. Fancy. Belachelijk. Wat is het erop? Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ik neem deze positie, petitie in ontvangst. Het wordt dan bezorgd naar de juiste instantie, bevoegde instantie, om hier aan te werken. We geven onze aandacht aan. Maar helaas, het is niet alles wat uitgevoerd is, de wensen van de bond. Maar er is wel veel verricht, zoals ik begrepen heb. Ik zit niet in de uitvoering. Ik ga verder doorgeleiden naar de instantie daarmee belast. De provincie, nogmaals, bedankt. Wij willen weten, want we willen de minister ook met de minister zitten. Ik heb het ook via meneer Soentiek aangegeven, maar er komt niks. Dus we willen weten wanneer de minister er is. U gaat dit verder. We gaan het dus met de minister bespreken later op de dag. Daarom zeg ik, we komen hier totdat de minister ons ontvangt. Hij moet de bond niet aan wat willen. Hij moet iedereen met het ieder moet communiceren. Want hij communiceert niet. Nee, dat heb ik vaker aangegeven, hij communiceert niet. En dat vind ik jammer. Meneer Dico is hier, ik heb het ook vaker gezegd, nog van hier de minister. En de minister communiceert niet. Ik heb meneer Soentiek laatst bij een onderhandeling ook aangegeven. Dus we willen zitten, meneer Dingen. U zegt, er is nauwelijks niks gedaan. We krijgen wel updates, maar de mensen krijgen hun beschikking niet in handen. Mevrouw Fensie, als ik even mag, het klopt niet dat u zegt dat de minister niet communiceert. Er is een overlegsplatform in maart geïnstalleerd op directieven van de president. De overlegsplatform moet dan aanhoren van de bonden, etc. Zodat de problemen worden aangepakt. Het uiterst is dat meneer Dipo, ik wil u gelijk onder de meneer Dipo, nee, ik moet eerlijk zijn. Nee, ik heb het duidelijk gezegd en ik heb het aan de minister ook gezegd. Wij, meneer Cetro is hier als ex-minister, we hebben nooit met de platform gewerkt. Er was altijd, we hebben een mensenpakket ingediend, waar wij hebben gevraagd naar het overlegorgaan. En het is altijd zo dat wij binnen op het ministerie met het overlegorgaan zitten. Meneer, mevrouw Kata zit hier. Ik heb er gevraagd de laatste keer. Vraag die aan de minister wanneer het overlegorgaan wordt geïnstalleerd. Ik heb het duidelijk gezegd. Wij hebben nooit met een platform op het ministerie. Ik zit al jaren. Maar is het gebeurd? Meneer Dipo heeft de minister het gedaan. Nee, niet voor meneer Dipo moet ik dan zeggen hoe die dan zeggen. Meneer Dipo even. Ik heb de meneer Dipo duidelijk gezegd met het platform. De minister moet het overleg opgaan. Mensen even. Ik heb duidelijk aan meneer Dipo gezegd, de minister moet het overlegorgaan installeren. Tot heden is het...
het niet gebeurd. En daarom praat ik over de minister Diepenmoeder. Ik heb het ook aan mevrouw Kattenseer. Dus meneer Diepenmoeder, minister niet overleden. Maar we moeten zaken voor de goede orde moeten zaken. Meneer Diepenmoeder, waarom houden ze pakken even niet? Ben aanwezig van deze minister. Maar het is niet nodig om niet te treden. Daarom zei ik, zal ik je zeggen, u bent hier als ex-minister. U weet het altijd wat er een wensenpakket ingediend. Waar hebben we dat gedaan? Wilt u even naar me luisteren? Vanmorgen toen ik die ontmoette boven, gelijk naar beneden gekomen. Toch? Maar wat heb ik toen gezegd tegen u? Er is een platform. U zei, nee, het klopt niet. Omdat maar, ik nooit, ik heb nooit met een platform gezeten. Luistert u even naar mij. Ik heb toen de opmerking gemaakt, er is een platform. Als u beweert dat het er niet zo is, oké. Okay. Maar ik heb wel notulen gezien, waarbij u aanstaat met de minister, met de OD, met een paar andere beleidsadviseurs en ook met Erik. Dat zei ik, er is wel. Ik heb een notulen gelezen daarover. Dus daarom zei ik, ik heb een adviserende rol naar de directie, zowel naar de directie als de minister. Maar Cedro zit niet in de uitvoering. Ik probeer trots de communicatie tussen u, tussen de ministerie. Dat wil ik uitleggen, meneer Cedro. De gedaan? Laatste keer toen we hebben gezeten, heb ik ze duidelijk gezegd. Hij was er, zij was er, heb ik ze, meneer Soendiek zat erbij. Ja, correct. Ik heb ze duidelijk gezegd, die notulen. Dus ik heb ze gezegd. Met het platform, ik ken niet meer, we hebben nu zo gezeten. Okay. U bent het, we hebben altijd een wensenpakket ingediend met onze punten. En een van onze punten is het installeren van een overlegorgaan. En dat hebben we altijd gedaan met de verschillende directies op het ministerie. Geef ons de ruimte, laten we dan de petitie. De laatste keer heb ik het ook aan mevrouw Kader gezegd, vraag u aan de minister. Wanneer gaat hij het overleg? Omdat ik heb gezien dat er geen communicatie meer was. Vandaar dat ik heb gevraagd, want ik wil die communicatie. Omdat we hebben gezien dat het niet loopt. Laten wij dan deze petitie naar de bovenste instantie. Ik heb steeds geprobeerd om relaxed te zijn. En zodat wij weer aan tafel kunnen zitten om verder uit te werken. Wanneer mogen we, want net wat ik zei, zolang we geen tevreden aankomen we. Weer naar hier komen elke dag totdat we een bevredigend antwoord. Want de situatie, meneer Cedro, weet u, gaat u naar hoeveel keer we alle acties zijn geweest? Bent u er bewust van? Het zijn dezelfde dingen. En de mensen nemen mij kwalijk als voorzitter. Want daar heb ik geen vertrouwen meer in. En wat steeds gevraagd door de directie, ja, het komt goed. Steeds hetzelfde woord. Het komt goed, Maar nooit. Nooit. Zij zijn al goed. Jullie zijn al gezetteld. Ik heb het net aangehaald. Jullie waren al goed. Ik heb 32 dienstjaren op het ministerie. Ik heb voor het eerst gehoord dat de directie in actie, in beraad is. Ze waren toch in beraad, ODIR, zet en zo op toen ze nog waren aan de op hoofdkantoor. Want men, iedereen, u vraagt mezelf omdat men zo genieperig heeft. Men was ook ontevreden, men wou niet daar zitten in die rommel. Mm-hmm. Jullie zijn naar hier, hier is niet eens echt geschikt als ik zo kijk. Toch? En dan, een deel hier, een deel daar, PZ. Kijk naar een PZ. Dit is een behoorlijk PC, twee PC's die moeten we onder zulke omstandigheden werken, anno 2022. Het kan toch niet? We zijn dan te lang bezig. En steeds wordt er gevraagd een beetje water in de wijn. En dan vragen de mensen bij elke shopsoortvergadering. Maar mevrouw Vinci, hoe lang? Steeds. Ja, hoe lang? Dus daarom vandaag, hoe een man horen, hoe een man zo. Hoe gaan we de communicatie verder onderhouden? Toen ik verder trok naar Diepo Horens Reffie, heb ik het geprobeerd via meneer Soendiek. Die komt je allerlei verhalen vertellen. Geef hem en dacht ik, God, ik heb de minister zelfs een app gestuurd. Ik heb een brief gestuurd aan meneer Diepo voor een ter beschikking van iemand. Drie maanden hoor ik voor het eerst. Die brief is toch in behandeling? Drie maanden, die brief is toch in behandeling? Maak ik nog niet zo lang. Hoe lang? Meneer Diepo, geef me antwoord. Is het gereageerd? Ik heb toch geschreven?
Is er gereageerd? Er is niet gereageerd. Moet de OD AD afhandelen. Dat moet de minister. Meneer Dipo. Ik vind dat het moet ophouden. We hebben het geaccepteerd. U wil met de minister praten. De minister als interim. Ik zeg hoe de dingen zijn gedaan. Maar niet op zo'n manier. Nee, niet op zo'n manier. Waarom zegt u dat meneer Dipo? De minister als interim wil u ontvangen. Want de secretaris heeft al gezegd dat hij in elk geval nu op de commissie zit. Daarom praat hij zo te. Wij gaan dus met hem niet doen. Ik praat omdat ik een zak ben. Nee, maar u heeft al ingediend. Nee, maar dat u heeft praten met een minister. Ik heb die brief gezien die nu en ik ga het praten. Ja, oké. Ik ben persoonlijk daarom. Ik zie dat er over en weer natuurlijk zware frustraties. En als je vaak hebt gehoord dat we werken eraan en je ziet geen verbetering, dan krijg je dit soort frustraties. Het was beter geweest waarschijnlijk als hij die mevrouw naar binnen had geroepen met twee andere mensen om het even te bespreken. De mensen zeggen we gaan niet meer water in onze wijn doen, dat hebben we al gedaan. Elke keer horen we even wachten of we werken eraan. En geen zichtbare resultaten. Iemand zegt wie is brood men eet, die staal men spreekt. Men vindt men verdedigt de minister, die meneer. Maar het is wel jammer, want u krijgt over en weer discussies. En het was beter geweest als ze hadden uitgenodigd even naar binnen te gaan. Het zou een verstandige reset zijn geweest. Daar is er in het wijkkantoor. Zo. Oké. Ik word uitgenodigd om naar een wijkkantoor te gaan om te gaan zien onder welke omstandigheden de mensen werken. Dat kunnen we niet ontkennen. Dit is wel het jarenlang geweest en ik ben natuurlijk benieuwd of de ex-minister met mij gaat willen praten, want die vraag ga ik hem stellen. Wat heeft u gedaan aan dit soort gevallen tijdens uw regeerperiode? Ik kan niet met iedereen. Ik denk dat het gewoon beter is. Maar ja, in de beste stuurlui. Maar goed, gaan naar een paar wijkkantoren. Ik word net één door mensen uitgenodigd. Komt u maar bij ons wijkkantoor om te kijken hoe we daar moeten werken. Ja, ik heb het gehoord. Misschien kun je de mensen uitnodigen naar een kantoortje. Maar de vakbondsvoorzitter is boos. Hij zegt nee, ik laat me niet meer paaien. Dat is al te lang gebeurd. Maar ik zie de beleidsadviseur is de ex-minister. Ik ben wel benieuwd wat hij gedaan heeft hier bij sociale zaken onder zijn bewind. U bent secretaris van de minister? Van het ministerie. Van het ministerie. En dat is de ex-minister? Ja, onze staat van zaken dan. Maar zometeen hoop ik dat hij wat vragen wil beantwoorden van mij. Dan kunnen we dan. Wanneer het zo'n klein is, dan gaan we dat toch. Maar ik ga niet alleen naar binnen. Ja, ik ga niet alleen naar binnen.
Ik kan natuurlijk nu niet heel veel mensen maar je kan ook niet met iedereen in een kamer, dat is wel met een paar mensen. Met Andrine van de minister, 2020 was de minister, hè? En 14 augustus... Oké, dat ga ik hem vragen, mevrouw Irion. Wat hij precies gedaan heeft, waaraan hij heeft gewerkt. Aan de minister, dat was 14 augustus, 2020, niet 2020. Mevrouw, dit is de zoekie. En ik ben vakbos van de kandidaat. En onze... En onze laatste meeting met HRTDAMZ, 26 april, dat is heel erg belangrijk voor de verjaardag. Ik heb ze duidelijk gezegd, wij geven jullie de ruimte om te werken aan samen. Weliswaar dat ik zeg dat zij heeft geprobeerd op haar manier om haar zelf te maken, maar dat is niet wat ze weet te doen. Want het zijn daarbij gekregen een overzicht. Maar de mensen, wat blijven van die beschikkingen? Laten wij gaan zitten. Toch om te kijken van, komen er de oplossing, laten we de beschikking. Want die beschikking is voor de mensen wat in handen trainen, dat is het probleem. Laten we afspraak maken. En schoonmaakmiddelen, zie je net gezegd. Als jullie als directeur willen proberen, jullie zakken, nou hoe is dat hier? Laten we afspraken. Zij gaat de stand van zakken door toe uit het Drentse pakket. Dan komen we bij elkaar en dan gaan we dat bespreken. We zijn wel bereid, we komen weer, zoals ik heb gezegd. Maar dan, ik ga ze niet allemaal ontvangen nee, in de werkdag. Nee, maar dat heeft hij nog mensen te doen. We zijn, we komen hier, bespreek door. Elke dag wanneer we hier zijn, als je kunt doen. Dan geeft u door, dan komen we naar de vervang. Want ik ga niet alleen naar binnen. Nee. We willen, dan is het. Samen met je moet hier, nog binnen te doen. Maar zo gaat u daarmee akkoord, want ik moet, we moeten ook. Ja. Ik kan niet met iedereen naar binnen. Je kan niet met iedereen. Wat moet je vandaag doen? Zijn jullie hier vandaag? We hebben ze aangegeven, we komen dagelijks hier zoals we hebben gezegd. Want we gaan niet meer in die rommeldas op kantoor zitten. En meneer Sitter als beleidsadviseur, meneer Sitter zoet dat ze nu aangegeven. Ze gaan samen zitten en met de secretaris. Want de minister is tot en met 25 augustus ziek. Heb je dat goed? Ja, met ziekte verlof. Oké, wel respect. En dan komen we hier, wanneer ze hebben gezeten, ze hebben gekeken, dan gaan ze ons roepen naar boven. Niet alleen. Van Travas D, Radio 9, Radio Mark. Ik wil u wel vragen, want u bent ex-minister geweest. Wat heeft u gedaan aan bepaalde zaken die al jaren liggen? Nou, voor zover mij bekend is, als wat ik heb uitgevoerd. Ik had wel een goede periode gehad. Zelfde woning, al die jaren niet uitgevoerd. Wat heb ik uitgevoerd in mijn periode? Welke was die? Wat was die? Welke tijd? Mariënburg, het was tussen 2005-2010. 2005-2010? Tussen 2005-2010. En toen hadden er was materiaal, er was kantoormeubelen, alles was er? Ja, het is, u weet, bij de overheid is het altijd zo dat je toch constant moet trekken en dan meten en passen. Maar tussen 2005 en 2010 was er genoeg geld? Nou, genoeg, ik zou het niet zo uitdrukken. We hadden meer ruimte dan de huidige zin. Ja, als je kijkt naar het pand, is het jarenlange verwaarlozing. Tijdens mijn periode was het ook al aan de orde gebracht. Het was zelf aanbesteding gehouden, maar nu uitgevoerd. En hoe komt dat dan? Het gaat om beleidsinzichten en welke prioriteiten de regering aangeeft. Het is niet de minister die dat bepaalt. Nee, maar de mensen kan blijven roepen, kan blijven aangeven. Je kan blijven roepen, dat heb ik 5 jaar lang gedaan. 5 jaar lang gedaan. Ik heb zelf gevraagd naar UNESCO. En uiteindelijk moet Suriname de keuze maken, parlementair of sociale zaken. En toen hebben ze de regering gekozen voor parlementair. Ja, maar het gebouw ziet er echt niet uit. Nee, maar het is wijkkantoren ook niet? Ja, wijkkantoren zijn meestal huurpanden. Wijkkantoren zijn meestal huurpanden. En sociale zaken aan de waterkant, dat is wel van de stad. En daarom zijn we bezig. Het gaat zo'n optimale tweede voor dat. En u vindt zelf dat u als ex-minister een goede job heeft gedaan om zaken goed te laten verlopen, dat er genoeg materiaal is, computers, bureaustoelen? Nu? Nee, toen. Als ex-minister. Daarom zeg ik.
Het was passen en meten toen. Het was ook toen passen en meten. Dus dan snapt u de frustratie natuurlijk, hè? Ja, en dan moet er iets gebeuren natuurlijk. Je kan die mensen blijven vragen. Wat ik heb aangegeven, ja. Het heeft mijn aandacht, ja. Maar ook nog, ik heb alleen maar advies. Alleen maar, nee, ik denk juist, wordt er dan niet geluisterd naar het advies? Dan kan je net zo goed thuis blijven. Nee, dat heb ik aangegeven. Dan zeg ik, ik heb een adviserende taak. Ja. Maar soms gaat het tempo ook van die dat het hier te gaan. Maar die communicatie blijkbaar, daar schort er wat aan. En het is eigenlijk bijna bij elk ministerie communicatie. Wat kunt u als beleidsadviseur doen om die communicatie te verbeteren? Dus dat moeten we dan in de toekomst dat gaan doen. Want de eerste communicatie met een provincie was ook met mij doen. Ja. Maar het gaat nu uiteindelijk om de uitvoering van een wijze pakket. Ja. En dan moet ik dan loslaten aan de ambtenaren die daarmee belast zijn. En dat zijn de directieleden. Ja, en dan geeft u een sterk advies uit. Er moet hier binnen zoveel tijd moet er een oplossing komen. Dat kan uw advies zijn. Ja, mijn advies. Maar het gaat dan uiteindelijk om de uitvoering. Ja, en de minister is ziek. En de minister is momenteel ziek. Maar ook apparatuur hebben we ook al. Ik had dat niet voor provincie zijn. Niet zonder de apparatuur. Niet zonder de militair. Is dat niet, heeft dat niet te maken met mismanagement van jaren? Mismanagement, I don't know, maybe, I don't know. Maar het gaat om dat er geen investeringen weer worden gepleegd aan situatie. Ja, ik denk dat het belangrijk is toch dat ook ex-ministers, ex-directeur aan zelfreflectie doen. Ja, natuurlijk. En zeggen van ja, ik heb misschien... Ik heb niet gezegd dat ik uitmuntend heb gedaan. Maar ik heb het ook helemaal, als ik voor mezelf mag praten, ja. Ik heb het goed gedaan. Oké. Okay. Ik zal dat checken. In de stuk. Tussen 2005 en 2010. Oké, okay, maar u gaat dus zich nu hard maken. En u gaat zich nu hard maken. Wat zei? U gaat zich hard maken voor de... Ik ga me hard maken voor deze kwestie. Natuurlijk, dat is mijn taak onder andere om de mensen te begeleiden. Maar uiteindelijk moeten zij het uitvoeren. Het gaat ook om de tempo, om hun tempo. Ja, oké. Okay. Ik ga binnenkort naar wijkkantoor om te gaan bekijken de situatie daar ter plekke. De meeste kantoren zijn huurpanden. Dus? U gaat toch niet iets slechts huren? Dan moeten we naar ergens anders uitkijken. Andere panden uitkijken. Ja, maar als u soms, ergens huurt? Soms is het niet beschikbaar. Of dan vragen ze enorm. Oké. Dan begrijp je dat. Wat is je naam? Gloria Botje. Ja. Ga uw nummer proberen te achterhalen, dan kan ik u een keertje uitnodigen. Dat is de situatie hier bij sociale zaken. Wat is ik ga niet werken zolang ik mijn geld niet krijg. Maar wat is uw taak binnen de dienst? Ik ben administratieve kracht, DAP2. En wat ontbreekt u om uw werk goed te doen? Materiaal. Als ik mijn dingen niet zelf kopieer of mijn DA-hoofdje kopieer, kan ik mijn werk niet uitvoeren. En hoe lang is dat al zo? Het is niet nu, het is jaar 1 en de bond heeft wel gevochten ervoor voor ons. Maar het wordt niet uitgevoerd. Ja. Wil je iets kopiëren, kom maar ze zeggen ze hebben geen ink. Maar het werk moet gedaan worden. Dus voor de extra van de volgende maand moet percentie weg. Ja. En u, heeft uw salaris niet ontvangen of wat heeft u niet? Nee. Ik heb een salaris. Ik moet mijn gratificatie. En straks al 2 jaar dat ik op mijn gratificatie van 30 dienstjaren krijg. En die nieuwe mensen die verdienen mega mee. En ik doe dat werk. Ja. Dus u zegt, dit is jaren. Jaren, en dan komt hij zeggen nu, het is jaren gebeurd. Maar dat doen we het nog. Stel ons gerust. Want u heeft ook gewerkt onder ex-minister Sestro? Ook niet. Want nog steeds hebben de administratieve krachten. Hebben jullie administratieve krachten? Hebben jullie wat gehad? Nee. En dus uw eisenpakket is, gratificatie moet komen, materiaal moet aanwezig zijn om werk naar goede behoren te kunnen verrichten. En werkomstandigheden, als u ziet hoe we werken daar. Ja, ik kom langs om te kijken, ik hoor gaten in de plafond. Nee, dat kan niet. Nee, ik ben echt
gedemotiveerd en ik ga niet werken zolang ik mijn dingen niet krijg. Wat had het personeel kunnen doen? Want u zegt dat is al jarenlang. Ja. Wat had het personeel toen kunnen doen om... wat zegt u? Zo, dat weet ik echt niet hoor. Want ik heb collega's die zijn overleden, anderen zijn met pensioen. Dus ze hebben hun geld niet gehad. Nee, oké. En dat geld evalueert met de dag. Ja. Het kan niet. Dat hij moet nu ophouden. Dus je... En dan komt hij jaar in, jaar in, het jaar. Die denken, zei dat, daarom jij bent nu gekomen. Maak er werk van. Maak het in orde. Ja. Maak het in orde, dan stel je ons ook gerust. Maar het werk moet gedaan worden. En die communicatie, zegt u, dat schort wat aan. Dat moet beter. Nee, communicatie is bad. Want als er zo gecommuniceerd zou worden met u en u zou horen wat de bedoeling is, dan zeggen dat willen we wel meewerken, maar dit is niet de manier. Ja. Okay. En ik ga eerlijk zeggen, ik kom niet met plezier meer aan het werk. Ja. Echt niet. Nee. Nou, laten we hopen dat er gauw een oplossing komt voor het probleem. Gaan we weer jaar in jaar uit moeten wachten? Dat hoop ik niet voor u. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik ben hier... advocatenkantoor, oké. Okay. Oh ja, hier zijn dit is hier het terrein. De vakbondsvoorzitter is in gesprek met OD administratie. Wat is het mevrouw? OD, AD? Het is OD. OD, daar staat voor onderdirecteur, oké. Okay. En wat is AMZ? Algemene maatschappelijke, en wij vallen onder AMZ. Algemene maatschappelijke zaak, zorg. Ja. Oké, dank u wel. Even kijken wat er daar wordt afgesproken en dan ga ik eruit. Worden afspraken gemaakt hier? Mevrouw. Dus, wij komen weer hier morgen. En zolang we niet ontvangen zijn geworden en we hebben tevreden, dat de mensen tevreden zijn, we kunnen ze niet te werken. Okay. De actie gaat gewoon door. Lang en het